Dit item wordt mede mogelijk gemaakt door Deltion College en IQ Media. Jong PEC Zwolle speelde afgelopen maandagavond haar derde competitiewedstrijd. Dit keer tegen Heracles Almelo. Verdediger Trent Sainsbury keerde terug van het blessure en startte in de basis. En de eerste kans is voor PEC Zwolle. Met een voorzet op Kingsley Ahisway, kopt de bal voor en Stef Nijland tikt hem binnen. En zo is het na 21 minuten spelen 0-1 voor PEC Zwolle. Dan breekt het noodweer los boven Almelo en besluit scheidsrechter Tim Westorp de wedstrijd tijdelijk stil te leggen. Na een kwartier komen de spelers weer naar buiten en gaat Heracles op zoek naar de gelijkmaker. Robin Gosens legt af op Gonzalo Garcia. Met een lange solo. Maar hij schiet naast het doel van Mickey van der Hart. De tweede helft. Heracles aan de bal. Bas Siebum krijgt de bal niet terug. En het afstandsschot van Robin Gosens is niet gevaarlijk voor Mickey van der Hart. Gonzalo Garcia. Voorbij Pim ten Haven. Maar een prima redding van keeper Mickey van der Hart. De corner voor Heracles Almelo. Is het weer Gonzalo Garcia. Maar nu redt Pim ten Haven en zo blijft het bij 0-1 voor PEC Zwolle. Zwolle dan. Met Jeroen Buitenhuis. De 1-2 met Tom Hirkes. Ahisway. De voorzet op Lasic. Doelman Fai redt. Maar in de rebound is het Tom Hirkes die PEC Zwolle op een 0-2 voorsprong zet. Jozef Kwida legt af op El Hasnoui. Maar doelman Renze Fai er redt op deze inzet. En zo is PEC Zwolle op zoek naar het derde doelpunt. En die komt er ook. Boban Lasic. El Hasnoui. Met het afstandsschot en een prachtig doelpunt. En zo wint Jong PEC Zwolle met 0-3 van Jong Heracles Almelo. Very nice to be back out on the pitch. There's a few times where I didn't really know what I was doing. But it's to be expected after so long out. Tevreden in de zin dat we gewonnen hebben. Als ik naar het spel kijk, dan ben ik niet altijd tevreden. Want met name na de eerste half uur dat de wedstrijd stil kwam te liggen, toen waren we een kwartier lang het eigenlijk kwijt. En kwamen verdedigen wel in de problemen. Door eigenlijk niet meer met een man mee te gaan of te laat overgeven. Nou ja, miscommunicatie. Dat zat me niet lekker. Nou, dat in de rust nog wel besproken. En de tweede helft, we maken twee goals, maar ik denk dat zij de meeste kans hebben gehad. En dat kwam wel een beetje door de individuele kwaliteiten van Casilla, vond ik. First half, I think the boys played well. Obviously, when the stadium almost fell apart because of the weather, it wasn't the best thing for us because of the break. But yeah, the substitutions came on and gave us a bit more energy, and we went on to finish the match 3-0, so it was good. Ik vond de eerste helft beter. In de zin van dat we daar op de juiste manier wat beter druk zetten en wat rustiger waren aan de bal. De tweede helft vond ik onrustig. Als je dan naar de score kijkt, dan denk je, ja, je hebt de tweede helft beter gedaan omdat je twee keer gescoord hebt. Maar dat is ook wel een beetje geflatteerd, vond ik. I've also got to think about my body and the best thing. There's no rush anymore. I just want to get as many games as possible this season. So if that's taking longer, less minutes on the pitch over a longer period of time, I'm happy to do that.